Ik mag geen kraanwater. Het begint echt, als ik de eerste slok neem, zo hier in mijn keel, begint het te tintelen. En dan zwellen die klieren aan de zijkant zwellen helemaal op en ook uiteindelijk helemaal zo'n tong heb en zo braaf. En dat kan weken duren. Dus Spaans is iets beter. Bedankt. Dus dat zit trouwen vandaag. Als ze poesten en haar prins. En het wordt zo spectaculair die bruiloft. Want ik denk dat de theatergroep wel weer zal spelen. Theatergroep met kabouter en elf. Die spelen nu met geluisterde kat. Niet meer met mij. Dat is jammer. Ja. Want kabouter maakt de mooiste stukken met zang en dans. Dat is wel mooi. Hé, kijk! Daar! Volgens mij is dat... Volgens mij... Dat is Keuken! Ja! Hier is het toch! Hoi! Hoi! Oh ja, misschien wel! Weet je wat ik vraag tegen? Hallo, dag! Hallo! Hallo! Dag, hallo! Hallo! Dag! Hallo! Sorry hoor! Pardon! Hallo, meneer de barman! Zitten we hier zo in het centrum, hier zo bij Café de Rat? Ja. Ah, dank u wel, dank u wel. We zitten goed. Oh. Wolf? Kabouter? Wolf? Elf? Ik vind het wat klein voor een bruiloft. Klein? Nee. Dit is gewoon een gezellige ambiance. Dit zijn Assepoesters beste vrienden, toch? Dat zijn jullie, toch? Ja. Ja. Nou, ze hadden alles prinsen beloofd. Hier. Bent u een prins? Soms. En enorme taarten van chocola. En paarse kaviaar. En lilliputters die de hele bol zouden bedienen van chocola. Dus even kijken. Pardon hoor. Meneer, zou u deze kunnen opblazen? Dit is apart van dit. Dank u wel. Oh, het gouden ei. Oh, het gouden ei. Ja. Meneer, hoe heet u? Dajo. Het spijt me dat ik u deze verantwoordelijkheid moet geven, maar zou je deze gedurende de avond willen bewaken met uw leven? Ja, fijn. Ik wil niet dat je rookt. Waarom niet? Daarom niet. Je blijft die kutkat. Ja, inderdaad. Ik zou hier nu nog wel bijna moeten zijn. Zal ik hem bellen? Nee. Weet je wat? Ik ben hem wel even. Personeel van de gebouwde kant. Van theater. Staat geen aan. Wegens de bruiloft van Assepoester en de prins en wel nu mijn taak daarin, ben ik vandaag wegens dus artistieke redenen niet bereikbaar. Berichten na de piep. Ja. En nu? Nou, we wachten nog een kwartiertje. Barman? Doe mij 3 jongen. En een 4 bessenelixen. Hebben ze niet. Een bosbessenchar. Hebben ze niet. Een zoethout koffie dan. Hebben ze niet. Een brandneventee. Hebben ze niet. Wat hebben ze dan wel? Wijn van Martijn, rood negel, amaro, wit sauvignon, blanc, rosé, grenache, et sport, wit, rood wijn, overig, indien, voorraden, 6 vaatjes, Utrecht, Bali, kluiven, beren, buurman. Oké, doe maar een kop heet water. Oh, en een kop heet water. Dank je.
water. Ja, ja. Dan? Ja, inderdaad. Hij zou hier nu toch wel zo'n beetje moeten zijn. We moeten nog sminken, we moeten nog omkleden, we moeten alles nog één keer doorlopen. Hij moet nu toch echt zo bijna komen. Oké, we kunnen niet langer wachten. We moeten gewoon gaan beginnen. Rustig blijven, rustig. Adem in, adem uit. Hij komt. Nee, hij komt niet. Jawel, hij komt wel. Nee, hij komt niet. We doen gewoon iets met z'n tweeën. Iets uit de man. Nou, wat dan? Een stuk met de piramides. Nee, daar hadden we water voor bij. Dat kan niet zonder. Oh, ja. Het eerste deel van de trilogie die we op Klein Duimpjes inauguratie speelden. Met die fakkels? Ja. Oh. Of het tweede of het derde deel. Dat stelt u natuurlijk nooit als u het eerste deel niet heeft gezien. Of misschien... Nee. Gelukkig hebben we het ei nog. De elektrische lichtjesparade, dat kunnen we wel doen. Pak je klarinet. Oké. Hallo, dames en heren. Sorry, het spijt ons. U bent het niet gewend van theatergroep Zwaankleef aan. Maar er is iemand even niet komen opdagen. Sorry daarvoor. Dus we moeten even wat omgooien. Wat schuiven in het programma. U kunt zich misschien omdraaien als u wilt. Ja. Dit gaat sowieso. Nou, dat gaat tenminste goed. Oh, doe ook nog even dat stuk met die megafoon. Ja, oh, de megafoon. Nee. Hallo.
Dag mevrouw, mag ik misschien op uw schouders klimmen? Misschien jullie samen zo. Ja, dankjewel. Zo, ja. Ja, oh ja, pas op uw hoofd hoor. Ja, dat is echt niet zo moeilijk hoor. Oh, ik heb een nog veel beter idee. Hij gaat een aanloop nemen. Ik ga een aanloop nemen. U kunt hier een beetje naar achter, ja. En u kunt vooral vanaf daar even uw handen een beetje polsen zo. En dan even zo. Ja, u ook in het midden vooral. Je gaat er wel overheen. Ja, u ook meneer, kunt u een beetje iets omhoog, iets wat omhoog doen? Ja, ja, helemaal hoog. Ja, hij komt eruit. Ik kom eraan! Nee, ik heb een nog veel beter idee. We bedoelen de hecht met de putten. Oh, dat kun je niet maken. Hoezo? Dat kun je echt niet. Nee, dat was echt zo'n succes op een personeelsfeest. Wat hebben we gelachen. Even kijken. Rustig blijven staan. Eén hand op de helm. Ja, vasthouden. Dit niet aanraken. Recht vooruit kijken. En niks doen. Ja. Elf, druk op de knop! Werd vervangen, ben er net pas overheen.
Maar nu weet ik het zeker, dit komt wel weer goed. Ik doe weer mee, dit is zoals het moet. Ooit was ik tevreden, met zwaan kleef aan. Maar sinds de kat erbij is, vind ik er niks meer aan. Hij spint, hij pakt, hij bindt, en ik laat me grijpen. Ik ben het zat, ik wil terug naar zonder kat. Bovenop de planken, verwijder ik. Dat is mijn droom, met dans en met muziek. Maar toen kat in het licht kwam en voor me ging staan, voelde ik aan, het is met me gedaan. Wel 2 jaar geleden zet ze kat bij aan de kant. Dat was een ijskoud als hij uit een theater loopt. Maar net in het kasteel, ze gingen daarbij op samen. Straks krijg ik ze toe, als vrienden op Facebook. Waar moet ik staan? Ik zal het even uitleggen. Het stuk heet Zwaan kleef aan door de jaren heen. Ter ere van de bruiloft van Assepoester en de prins. Dus dat zwaan kleef aan door de jaren heen stukje, dat ken je nog wel. Of in ieder geval het meeste ken je daar nog van. Ja. Dus we gaan ons focussen op het stukje de Assepoester en de prins. En hoe zij elkaar ontmoeten. Ja. En is het met zang? Ja, absoluut. En dans? Ja. Dat heb ik zo gemist. Zang en dans. Vind ik zo... Oh, mooi! Dankjewel. We beginnen met de overture, die ken je nog wel, hè? Ja! Start de muziek! Die doe ik thuis nog wel eens. En le voyant sortir de son camion, chasser les papillons d'Afrique. Les caribans dans le traiteau d'espions, l'arrêtèrent sans façon de suite. Espagnol, portugais, chinois. Mais en voyant leur mâchoire qui s'ouvrait, il se mit à hurler d'effroi. Ah, monsieur cannibal, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibal, laissez-moi partir. Kennen we dus wel. Ja. We gaan nu het liefdesverhaal van Assepoester en de prins zoeken. Waar ben Assepoester? Ik heb prins! Het glazen muiltje. Die moet je aanhelf. En nu gaan jullie zoenen. Leuk? Ja. Zoenen? Zullen we dat dan niet schoppen? Waarom? Als je trouwt, moet je gaan zoenen hoor. Ja, we zijn klaar. Ja, zijn we klaar?
Dit is de sketch voor de bruiloft van Assepoester en de Prins en ik doe er mee! Ik ben hier zo blij, ik heb hier zo lang opgekomen, ik ben hier zo blij om! Oh, het bruidspaar kan zo komen! En we moeten ons nog schminken! Ik ben nog steeds allergisch voor smink! Ja, doe even je haren zo met jou. Oh ja, oh pardon, ik moet mezelf een spiegel moet ik... Laat het antwoord maar lopen. Ja, we zijn terug. Dit is het antwoordapparaat van Kabouter van theatergroep. Zwaak ligt aan. Wegens de bruiloft van Assepoester en de Prins ben ik wegens artistieke redenen niet bereikbaar. Spreek iets in naar de piep. Ja, maar waar zijn jullie? Alles staat klaar, ik ben al ingezongen. Zitten jullie alsjeblieft even op. Tot zo. Sorry, dat kan niet kloppen. Eens even kijken. De uitnodiging. Hier staat het. Feestelijkheid vindt plaats in Café de Rat. Ten van weg. Nee, staat Café de Rattenvanger. Nee, laat maar weer liggen. Ja. Nee. Oh, vergeet het ei niet. Oh, het ei. Oh, heel fijn dat u deze de geleerde heeft. Bedankt. Jongens, weet je wat ik was aan te denken toen ik mijn haren deed? Dat was voor de jingle weer doen. Jongens, hey. Jongens! Arman, doe mij nog maar een spaatje. Festival. Mocht u genoten hebben van deze voorstelling, er is een publieksprijs waarvoor gestemd kan worden. Er komen zo meteen flyers voor langs. Mocht er nog vragen zijn, u kunt altijd bij mij terecht. En ik wens u nog een hele fijne avond toe. Ja.